Cijfers in naam, die altijd heel loose. Jij legt boer 18. Ja, ik, ga je aanspelen of niet? Ja, ik denk dat het wel een flopping potential, hè. Easy job, Imo. Ja. Je ziet gewoon dat een week zijn, hij is gewoon loose. Want ja. Cijfers in limping is bad, bitches. Zeg maar, good call. Waar ging het fout in deze hand? Wat zei je? Waar ging het fout in die hand? Dat ik Pokerstars opstarten. Het is gewoon weer. Ik ga nu in full stack zitten, want ik ben het zat. Ik heb trouwens een zelfbanner aangevraagd. Ik kan niet hoger spelen dan 50 NL. Serieus? Ja. Ah. Kijk, het is gewoon... gewoon nu staan. Nou, shut aan, ja, we allemaal. Het plaatje is eindelijk compleet. Ik bedoel, ja, met gewoon een bal of niet, hè. Morgen ga ik ook dit met de zonnebal event spelen. Ik bedoel, weet je, gewoon een echte. Met sticker of zonder echte sticker? Echte Brad zonnebril. Alleen eens even het bovenschrift, hè. Ik heb gezegd, dat is geen nuance, stick. Hè? Nuance, hè. Een nuance, hè. Spoiled Brad. Somewhat spoiled Brad. Okay. That's why. Het is gewoon dik shit. Wat zie je dan? Shit is aan. Ja, ik ben sprakeloos gewoon. Deze is voor als je zeg maar veel energie hebt en animerend bezig wilt zijn. Wacht even hoor, dan pak ik even de andere. Deze is voor overdag, want die staat heel goed bij witte kleren. Dus voor aan het zwembad. Deze die is voor 's avonds. Die is voor wat chicere gelegenheden. Daar is hij hoor, de enige echte. Zonder tas. Wat ben jij chic gekleed, jongen? Ja, dat hoort bij ons zo als we netjes de business class regeling krijgen. Hoort dat in. Oh, is dat zo? Ja. Dus ik kreeg een compliment. Oh, zo is het netjes uit, bla bla bla. Goed, in ieder geval business class kunnen reizen. Dus dat wil zeggen, voetjes omhoog, standje liggen en gaan. Ideaal. Dus je vliegt business class, maar ze raken wel je tas kwijt. Ze raken wel mijn tas kwijt, dus nu moet ik even kijken wat ik ga doen. Maar het is wel kut, want daar zit echt alles gewoon in verder natuurlijk. Ah. Het is slim om een zwembroek in mijn rugtas te doen. Dus nou ja, nu gaan we kijken wat heb je niet heb je allemaal niet nodig in Vegas. Ja, nou, als je portemonnee hebt, dan is alles te koop hier. Die hebben we. Met iets van $8,000 of zo, dus dat moet al opgaan. Oh, oké. Okay, nou ja, goed. Veel succes daarmee. Dankjewel. Let's go to the villa. We gaan op zoek. Oké. Okay. Thomas, waar heb je het meeste zin in Vegas? Ja, WSP-eventje spelen eigenlijk. Moet je nagaan. Ik heb gewoon het meeste zin in poker. Dat is echt slecht. Ja. Maar goed, dat staat gewoon echt al jaren bovenaan mijn lijst, dus daar heb ik nu ook echt zin in, zeg maar. Ben je wel eens in Vegas geweest? Nooit. Nou ja, dan krijg je dat ook, hè? Dan wil je kaarten. Ja, ik heb er ook echt zin in gewoon. Dus waarschijnlijk, ik wil 3 events spelen, 3 keer na een kwartiertje eruit. En dan is die dat gelijk weer voorbij, zeg maar. Je ziet gewoon alleen maar party. Goedemorgen, lui. Zullen we dan Ja, je moet het hem wel even duidelijk maken. Kom maar, loop maar. Loop maar. Hij snapt dat niet. Hij snapt niet dat ik...
Ik loop lacht hij aan. Sla me eens, ik moet lachen. Tribbus, jij moet het doen. Nee, ik ga niet. Jij zegt van, ik ga toch mee. De setup is niet goed nu. Kijk, okay, ik loop achter jou. Ik moet meelopen, anders wil ik niet filmen. Nee, maar je moet het niet meer filmen. Wacht, gewoon die reactie. Oh, ja. Jezus. Waar? Ja, hier, daar onder die zonnebril ligt geld. Jongen. Trip! Kutzorg, is ingebroken. De ultieme level, jongen. Die vrienden jullie echt. Dit is wel een mooie setup. Dit is echt. Ja, dit is gewoon art. Ja, ik vind het gewoon. Weet je, ik ben nog nooit zo mooi geleveld eigenlijk.